Goeiedag en welkom op deze blogpost. Vandaag wil ik het met jullie even hebben over het drukken op polyester. We hebben hier een softshell, een jas van 100% polyester. Het probleem is, als we daarop gaan drukken tegen hoge temperaturen, dat de kleurstoffen van het polyester loskomen, met het gevaar dat deze door onze print gaan getransporteerd worden en zo in dit geval gaat de zwarte kleur van de polyester door onze print komen. We kunnen dit vermijden en we hebben hiervoor twee oplossingen in petto die tezamen voor een magnifiek resultaat zorgen. De eerste oplossing is dat we een bloklaag leggen tussen onze transfer en onze softshell. De tweede oplossing is dat we gedurende een lange tijd maar tegen een lager temperatuur gaan drukken. Nu nog even afkoelen. Voilà, het is afgekoeld. We trekken de drager weg en we bekomen een prachtig resultaat.